je merkt gewoon dat het zo de overhand neemt dat je eigenlijk met niks anders meer bezig bent dan alleen maar de piep in je oren. Dat maakt het heel, heel lastig om normaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Van tevoren ben je al bezig van oké, ik moet straks gaan slapen. Dat wordt weer vervelend, de piep in je oren. Dus dan ga je op een gegeven moment focussen op je oren. En dat wordt van kwaad tot erger. En op een gegeven moment lig je alleen maar naar boven zo te kijken. Probeer eens goed naar je tinnitus te luisteren. Daardoor krijg je een gewenningsproces waarbij dus mensen gaan ervaren, oh, ik kan er eigenlijk heel goed naar luisteren. Oh, en dat is eigenlijk helemaal niet zo eng. En oh, dat is helemaal niet zo bedreigend als dat ik dacht. Hoe was dat? Vermoeiend. Het was heel confronterend om die piep in je oren, ja, dat in het extreme te horen. Oké, het is er, maar je merkte op een gegeven moment ook dat het afzwakt. En dat heeft me wel heel erg geholpen om het is blijvend, maar er valt wel mee om te gaan.